Dit is een lentefeest. En daar is gewoon verplicht EHBO. En dat is altijd een geweldig feest. Daar zal je nooit wat merken. Dat is altijd een feest voor hun. Heb je nooit problemen. Dat is juist heel leuk. Dat je ook die hebt. Wij verzorgen opleidingen, AED-opleidingen, opleidingen voor de EHBO, op kinder-EHBO, sport-EHBO, EHBO bij wandelletsel en ondersteunings-EHBO, zoals als dit feest. En we zitten ook in Maastricht, Utrecht, we zitten echt overal. We doen een voetbalwedstrijd naast de Arena, heeft wel wat. De organisatie bestaat uit ik, die alles organiseert, en mijn mensen, mijn enthousiaste vrijwilligers, die het dan samen met mij uitvoeren. Dus dat is ongeveer, en ik neem het aan en zij voeren het. De ene gaat naar Utrecht, de andere gaat naar Leeuwarden. Dus best wel zijn ze enthousiast en staan altijd open. Zoals nu heb ik op het laatste moment een EHBO op kunnen roepen. Dan ben je enthousiast. Mijn vrijwilligers die zijn heel erg flexibel. Die kunnen, als ik ze opbel, dan kunnen ze zich... Die zijn zo flexibel dat een klant 2 uur later EHBO heeft. Dat was bij ons de molentocht. Daar kreeg ik op vrijdag een telefoontje dat er 20 man op zaterdag en zondag moesten staan. En die waren binnen 5 uur, stonden die er ook. En dat waren alle posten, alles was geregeld. Er was bij Oranjebitten, kreeg ik een telefoontje op vrijdag, dat ze hem laten, iemand die kon niet voor de EHBO. Hij zegt 7 man, ik zeg dat is leuk. Dus ik ben even gaan bellen, ik had binnen een half uur 7 man EHBO op de been. Had hij geen EHBO gehad, dan was het niet doorgegaan toen nog Koninginnedag. Want het Goor, die het vergunning geeft, die zegt geen EHBO. En die vroeg aan mij, Bob, gaan jullie echt op mijn vrijwilligers kan je bouwen? Dat zijn gewoon geweldige mensen. Ja, die moeten gewoon een EHBO-opleiding hebben, dat ze daarmee kunnen. En daarnaast krijgen ze een extra opleiding om op evenementen te kunnen. Je moet met een portofoon overweg kunnen gaan. Je moet een beetje ook wel met de mensen kunnen communiceren. Want als ze agressief worden, dat je er mee gaat praten en dat je ze wegjaagt in wezen op een nette manier. En dat is het wel. Het is ook wel een beetje mensenkennis. Maar ze worden er wel op getraind om zoveel mogelijk hun eigen werk te doen met portofoons overal. In Den Haag hebben we ook gestaan, powerboat, per dag 30 man op 4 posten. Nou, dat is geweldig. Wat ik nog heel graag zou willen, is meer vrijwilligers, meer enthousiaste EHBO'ers die nu niks doen en denken van het lukt me toch niet. Die kunnen zich altijd aanmelden als EHBO-vrijwilliger bij ons, ter alle tijden. En als ze het niet kunnen betalen, dan leiden wij ze op, maar dan moeten ze wel zoveel evenementen lopen. Ze zijn, ze zijn allemaal vrijwilligers die zorgen dat evenementen door kunnen gaan. Want zonder EHBO'ers mag er geen evenement zijn. En soms ben je wel met 16 à 20 man. En ze doen het allemaal vrijwillig. Een EHBO'er wordt vaak ondergewaardeerd. Men beseft niet, als wij er niet zijn of beveiliging, dat dit feestje niet mag doorgaan. Dat is een verplichting. En ja, daardoor, door die vrijwilligers, kunnen dit soort organisaties er neerzetten.